Hallo lieve YouTube-kijkers. Ik heb het geprobeerd, maar in de loop van de film was het voor mij wel duidelijk: dit kan echt niet op YouTube. Galen Windsor die heeft in de jaren 80 filmpjes gemaakt over het gevaar van plutonium en uranium, heeft daarover verteld. Suspicious Observers die heeft een compilatie van filmpjes heeft die geüpload, kan je daar wel zien. En hij heeft daar ook al problemen mee gekregen. En waar het Galen Windsor om ging, was de waarheid. En daar vechten wij ook voor, nog steeds. Galen Windsor is in 2008 overleden en die heeft altijd gewerkt. Het kan niet anders dan dat hij ook Oppenheimer moet hebben gekend. En als je dit filmpje ziet en ziet mijn lange filmpje met uitleg in het Nederlands, dan zal je ook die connectie zien tussen Oppenheimer en Windsor. Het is heel interessant. En ik ga je vertellen als eerste dat Koffie Dik echt heel. Echt gewoon dat prutje wat je overhoudt, die korrels van dat gemalen goedje, dat heel gevaarlijk is. En dat daar een oplossing voor is. En dat dat net zo gevaarlijk is, dat goedje, dat je wellicht elke dag wel gebruikt, dat dat net zo gevaarlijk is als plutonium. Nou, dat vertelt Galen in dat filmpje en dat heb ik vertaald. Ik heb er ook een PDF van gemaakt. Het staat ook op de nieuwe masterclass, The Powers That Be, de machten die er zijn. Daar maak ik nog veel meer filmpjes en je kan heel makkelijk de masterclass aanschaffen. Dan krijg je ook een volledig PDF tot je beschikking, zodat je alle linken hebt, alles kan nakijken en heel makkelijk kan zien wat Galen bedoelde en hoe groot de oplichting in de energie is. Aan het eind van het filmpje refereer ik nog aan Tesla. Wij weten dat volgens het verhaal, hè, waar wij ook al een aantal jaren mee bezig zijn, dat we in onze huizen een klein kastje zouden krijgen met energievoorziening. Ik begrijp nu wat Tesla ook bedoelde. En als je het filmpje hebt gezien, weet je ook wat Tesla bedoelt. Ik weet nu ook waarom al die vaten in de oceaan zitten en ik durf weer een visje te eten. Dat is heel wat, want dat is heel wat, ja. En wat zit er dan in die vaten? Galen vertelt het allemaal. En die man die vertelt zo leuk. Alleen heb ik voor jullie dus een Nederlandse vertaling gemaakt en het ook zo met het filmpje besproken. Ik hoop dat je het leuk vindt. Het filmpje vind je in de link naar Rumble toe, want dat kan niet anders, maar ga het zien. The Great Pretenders, The Deep State. Wij worden heel erg voor de gek gehouden. En hoe ernstig, het gaat steeds dieper, dat rabbit hole. Ga je meekijken? Gaan we er naartoe?